Het is weer tijd voor Among Us, dames en heren, want ik zit namelijk met allerlei YouTubers in een soort van Discord groep en ik zag dat Don live was, hadden nog wat mensen nodig, ik deed dus gezellig mee in zijn stream en toevallig werd ik de imposter samen met Wouter het allereerste potje en dat potje ga je nu ook zien en wij weten het voor elkaar te krijgen om Don en Q allebei te killen. Alvast sorry daarvoor, maar laat even een like achter, zou ik heel erg waarderen, dames en heren. En als je meer Among Us wil zien, vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal met dat belletje aan natuurlijk en dan ga je Wouter en mij 500 IQ zien spelen, want we hebben dit echt heel erg slim gedaan. Dus geniet ervan, dames en heren. En ik zou zeggen, let's go. Oké, dames en heren, jullie zien het. Ik ben weer een imposter. Ik ben een imposter. Het zal toch ook eens niet zo zijn, hè, dames en heren. Het zal toch ook eens niet zo zijn. Nou, we spelen vandaag met totaal andere mensen als waar ik normaal mee speel. Dus die kan ik op dit moment nog niet laten zien. Maar die zullen daar ook wel in de discussie. Game meneer Maxime, Duncan, QC. Iedereen speelt mee, dames en heren. En we gaan lekker O2 sabotage. Maar wil je meer Among Us zien? Laat dan die like-knop achter. Of ik kan eens meer praten. En abonneer natuurlijk eventjes op mijn kanaal. Kijk, Don gaat hier de O2 doen. Oké, nou, die is al gedaan. Lekker. Lekker, 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 lekker. Dan gaan we even fake task doen. Dit duurt altijd 10 seconden, heb ik geleerd. Ik liep hier een keer bij 6 seconden weg. Een emergency meeting, daar gaan we. Wow. Oké. Okay. Dit gaat mijn speedrun record tegen. Ah, sorry man. Ja, die imposter speedrun? Oeh. Die heb wat ik is al, het daar heb ik al een wereldrecord. Ik wou alleen zeggen, ik vind kippensoepje echt super verdacht, man. Die man loopt raar heen en weer en zit alsof die dingen wat gewoon even in de gaten houden, weet je? Ik bedoel, als jij altijd zus bent, je moet jezelf in de gaten pik. QC, welke task heb je gedaan deze ronde? Wat ik heb gedaan? Ja. Nou, ik ben dat vliegtuigje gaan doen, dat... Je weet toch die? En daarna wou ik dus shield gaan doen. En toen kwam ik bij Shields en toen kwam jij de hele tijd daaraan lopen en toen ging die alarm af en zo. Dus daar heb ik nog code ingevoerd, maar die was al klaar met invoeren voordat ik klaar was. Dus maar de Shields heb je die wel of niet gedaan? Ik heb de Shields nog niet gedaan, dus mensen mogen meelopen en dan kunnen ze met de Shields zien. Nee, ik wou net zeggen, dan, ik zat hier al bij Shields en ik denk die lopen ze op veel te snel weer weg om die task uit te voeren. Maar... Visual tasks staan uit, toch? Yeah. Ja. Ja. Maar Soepje, welke task heb jij gedaan? Ik ben naar rechts gegaan. Naar rechts? Dat is wel een goede task. Die blaadjes zo... In de oxygen. Yeah. En ik heb net de card swipe samen met Don. En dat was deed dan. Jij ook de card swipe? Want ja, hij deed wel de O2-code, dat zag ik wel. Ja, in admin dan. Ja. Ik denk sowieso dat de persoon die O2 heeft gecalled niet aan de rechterkant zat. Maar er zijn natuurlijk twee imposters. Ik skip hem gewoon. Skip dat betekent dan eigenlijk dat deze informatie niet is. Nee, Maxime, waarom stemmen jullie niet Maxime? Oh mijn god. What the fuck? Guys. Wat was deze ronde? Ze gaan pauperhard met die task. We moeten mensen gaan killen en dan ga ik het opfokken. Ik weet het nu al. Alalalala. Dit is kut, man. Deze mensen weten hoe ze moeten spelen. Ik ben gewend met mensen spelen die niet weten. Ah, oké. Ze gaan nog niet heel erg hard. Ik dacht dat ze verder waren met de task. Ik ga eventjes die admin doen. Ah, we zijn die kaart genaaid. Ik ben er trouwens met Wouter. Ik ben... Oh, mijn god. Ik ben met Wouter ben ik... Hoe heet dat? De imposter. Dus, let's go. Ik ga hier weer mijn download doen. Die duurt 10 seconden. 1, 2, 3... Nou, je snapt het wel. Er zal vast nog niemand hierheen komen. Ga ik naar navigation. Ik moet even... Oké, er zijn wires gefixt. Ik kan iemand killen nu. Nu moet ik iemand kunnen killen. Is er iemand hier in de buurt die ik kan killen? Wires zijn alweer gefixt. Fuck my life. Ik heb een electrical task. Die kan ik ook gelijk eventjes doen. Let's go. Zo. Ah, nou is een dead body. Hallo. Nou, Soep is niet meer verdacht. Wait. QC, zei je niet dat je met Soepie naar Shield ging? Nou, maar ik ben al lang bij Shield geweest. Daar heb ik die Champions League bal eventjes ingevuld, je weet toch? Wanneer ben je bij Shield geweest dan? Nou, in het begin gelijk. Toen ben ik naar admin gegaan, heb ik een card geswiped. Daar was Snake nog bij, volgens mij. Die stond naast mij. Yes, klopt. En toen ben ik voorbij de electrical gegaan. Toen ging ik React erin en daar lag hij in het midden, man. Hij was denk ik net de test aan het uitvoeren. Okay. Ja, die Simon 6 zeker, die duurt tering lang. Oh, Reactor, sorry. Ja, Reactor, die middelste, dus niet als je gelijk naar binnen komt, die test gelijk voor je. Snake, zag jij QC's balk omhoog gaan? Daar heb ik echt niet op gelet. Maar is, ik was mijn staat visual task aan of uit? Ik heb allemaal lekker sussel bij. Maar, hey, staan nee, QC... staan visual task aan? Nee. Dan gaat die balk random, hè? Die balk gaat dan random. Oh, is dat? Je kan, met visual task kan je niet meer op die balk letten. Die gaat gewoon random op en neer. Ik zeg je eerlijk.
Jullie mogen nou eruit stemmen. Ik vind crewmates zijn toch niet leuk, dus... Nou... niet doen, denk ik. Juicy kan ik aardig vervouchen. Inderdaad, alles wat hij zegt, heb ik moeten zien doen. Ook de eerste ronde was hij al richting Shields. Inderdaad, daar kwam Kip aanlopen, waardoor die... Ik kan ook vouchen, hij speelt dit alleen maar om te imposten. Oké, één iemand dood. Nou, Wouter en ik moeten even beter... Wouter hebben lekker killetje gemaakt, maar we moeten even beter gaan met die task, man. We moeten langzamer gaan en wij moeten meer mensen killen. Dit is lastiger. Ik weet niet, het is misschien handig om Duncan of zo uit te schakelen. Dus ze zijn nog niet weer dat fucking ding dicht. Staat er iemand hier? Kut, ik durf die kill niet te maken, man. Ik zeg je eerlijk. Ik zeg je heel eerlijk, ik durf die kill niet te maken. Oh, dit is top. Ik was met Siri in navigation. We lopen naar buiten, naar weapons. En daar lag Don. Helaas. Mors dood. Oh, ook een snake dood, zo te zien. Daniel. Ja. Kwam jij vanaf shields? Of kwam je vanaf weapons? Hoe bedoel je, nu aan het einde? Ja, navigation vanaf shields. Ik ga heel slim met mijn mond houden gewoon. Ja, dan heb ik gewoon één simpele vraag. Wie heeft Don gekillt? Waar is de body gevonden? Weapons. Op weapons. Oh, maar met wie was jij daar nog meer? Want ik kwam daar vrij laat aan. Ik moest daar alleen even mijn wires doen. Ik was alleen... shield. Ja, ik denk sowieso dat het Daan niet is. Want als Daan imposter is, zijn er al 4 mensen geschenkt in de eerste ronde. Maar sowieso, je kwam van beneden. Maar was het vrij in het einde? Liep je meteen helemaal... Waar liep je dan? Heb je tegen mij? Ja. Ik was eerst in admin om te uploaden. En toen die deur was dicht en toen ging die deur open, toen ben ik onderlangs gewoon instant naar navigation gelopen om daar wires te doen. Ik hoefde niks in shields, niks in communication. Ik ben gewoon... Daniel was inderdaad de enige die naar admin inging aan het begin. Dus dat kan confirmen. Nee, ik was daar ook. Wat was Maxime eigenlijk aan het doen? Ik vond Maxime wel een beetje holleden, man. Gewoon super bedacht. Holleder? Dus eerst ging die deur beneden dicht, toen moest ik wachten. Dan heb ik links in cafeteria die tas gedaan. Toen heb ik 2 tasks gedaan in admin. Volgens mij Daniel en QC, ik heb jullie daar ook gezien. En ik zag Snake naar links lopen en die is nu ook dood. En was Siri rechts of niet? Ja. Bij Web. Siri was rechts bij mij. Ja. Maar de hele tijd contact. Ik vind Siri en Duncan zus. Ja, super zus. Waar skippen we? Als ik... Oké. Waarom stem ik? Oké, Siri, dat jij op mij stemt is echt... Oké. Ik ben nog niet zus. Ik heb de hele tijd mijn mond gehouden. Ze bleven elkaar maar. Lekker. Nu... fuck. Zou ik QC proberen te killen? Weer die deuren dicht. Wouter doet dat fucking slim. Wouter doet het echt heel erg slim. Ik ga gewoon via admin. Ga ik in admin die task hier doen. Zo. Dit duurt. Dat is 5 draadjes. 1, 2, 3, 4, 5. Dit kan wel. Admin. Doe ik rector aan. Ga kijken of er hier iemand aan komt lopen. Daar is QC. QC gekilled. Vende. Kijk. That's how we do it. Dan is eigenlijk nu wachten tot er iemand gewoon... Q vindt. Maar dat kan nog even duren. Wouter moet eigenlijk even... ding doen. Ik ga gewoon mijn shoot uit hier. Hartstikke idee. Ik ben in O2 blaadje aan het doen. Ik ga gewoon QC zelf reporten. Hold up. Ik ga Q zelf reporten. Waar? Communication. Het licht ging uit. Het licht ging uit. Ik kom uit navigation. Heb ik mijn laatste task gedaan. Dus ik loop naar onder om het licht te gaan fixen. En voor mij zat er iemand op cams. Ik weet niet wie. Ik zit op cams. En Q ligt daar dood. En ik kreeg opeens de report button in mijn ding. Hij ligt op de ingang van... hoe heet dat? Communication. Ik heb Q niet gezien op cam. Ik heb jou alleen gezien. Wie kwam ik ook alweer tegen in Lower Engine? Wie, Wouter, hè? Wij liepen samen... Ik deed de reactor links. Samen met Duncan volgens mij toen ook. En toen liepen wij allebei naar Lower Engine en daarna heb ik je niet meer gezien. Nee, want ik had in Storage en daarna in Lower Engine had ik task gehad. Maar jij bent naar rechts gelopen, dus... Maxime, heb jij nog iets van info over de... Van de cams? Heeft iemand Duncan voor het laatst gezien? Nope. Ik had Duncan voor het laatst bij Reactor gezien. Toen liep ik met Siri naar beneden. Ik moest in Lower Engine een task doen. En Siri liep door naar Storage. En vanaf daar heb ik er niet meer gezien. En ik moest daar die tankie vullen en toen weer terug. Oké, maar er zijn nog twee imposters, camp... toch? Of heb je iemand uitgestemd? Nee, we hebben niemand gestemd. Ja, oké, dus nou luister, sowieso. In mijn optiek... Chester, kijk, voor mij, Maxime is sowieso safe. Dus het zijn Siri, Wouter of Chester, maar ik...
mijn vote gaat... Siri vote nu weer instant. Mijn vote gaat nu gewoon beter. Helpen we nu Siri eruit. Sure. En dan helpen we onszelf. En dan zien we daarna wel verder of het Wouter of Chester is. Het zijn Daniel en Wouter. Ja, ja. Oké, okay, maar... Wouter, okay. Hoeveel, Daniel, hoeveel tals moet jij nog? Ik ben helemaal klaar. Ja, ik ook. Reden puur omdat Daniel het zegt. Niet waar. Dit is zo goede play. Let's go, Wouter! Let's go! Oké, ik heb geturd imposter. Sorry, Kiri. Yes! Ik heb hard geturd imposter. Oh, sorry. Sorry, Kiri, spijt me, bro. Siri, Wouter, ja, ik liep ook expres met Siri mee om die kill een beetje in de buurt uit te krijgen.